Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors. Loopactie van de goal bijna van Koulibaly. Het was Fabian Ruiz die richting de bal ging. En dan in zijn rug dook Koulibaly op. Maar de deklat staat een vroege openingsgoal in de weg. Tegen zijn ex-club, Kalidou Koulibaly. Die was er erg dichtbij. Van de Voort, een blunder van de debutant. 17 jaar jong, afgestraft door Milik. Ja, tegen Cercle Brugge kapte hij vroeg in de wedstrijd wel nog de tegenstander uit. Dit lukte deze keer niet. Een baalbegin voor de jonge keeper. En een vroege achterstand voor Racing Genk. Ja, Maarten van de Voort, gekend voor zijn goede voeten. Heeft natuurlijk heel goede voeten, maar hier neemt hij toch misschien iets te veel risico met de twee opzittende spelers. En verslikt zich hier een beetje met zijn kap. Ja, hier zien we nog eens die kans van Koulibaly op de goede aangesneden corner van Mertens. En die hier duidelijk niet over de lijn is. En hier nog eens het moment dat Van de Voort niet opnieuw wil zien natuurlijk. Ze zaten er met z'n twee op, Mertens en Milik. Hij zag zijn landgenoot wel komen. Maar vermoedde niet dat Milik zo dicht stond. Peensel, wow! Een fantastisch schot van Joseph Peensel. Meret vloog naar de hoek, maar moest niet ingrijpen. Alan, de lopende man is Di Lorenzo. Di Lorenzo, voorzet en de 2-0. De 2-0 van opnieuw Arek Milik. Nou, uitstekend uitgespeeld, het is een klasse goal. Het begint bij de opening van Alan. En dan de voorzet van de rechtsback. Echt op maat voor de tweede Poolse goal van deze avond in het São Paulo. Nu wel Onuachu met die borstaanname. Dan leidt hij te makkelijk balverlies. Dacht misschien dat hij een overtreding ging krijgen. Heerlijk balletje van Alan. Callejón van de Voort komt uit. Heeft misschien een klein beetje de bal. Tjakker wijst toch naar de stip. Laat ons hopen voor Van de Voort dat hij echt de bal had. Ja. Twee keer vandaag in de picture en niet om de juiste reden. Ja, hier een hele goede bal van Alan. En mij lijkt het toch dat hij de bal raakt. Vooraleer hij Callejón raakt dus. Heel even met de vingertoppen. Tjakker houdt zich vooral bezig met de Genkse verdedigers die uit de 16 moeten blijven. De strafschop van Milik. En maakt zijn hat-trick in 37 minuten. 3-0. Voor dit duel had hij nog geen één keer gescoord in de Champions League. Nu heeft hij er ineens 3. En een nieuwe opdoffer voor Racing Genk. Dat echt wel meevoetbalde. Nu wel een omschakelmoment met de snelle Peensel. Samatta is ook mee. Peensel, de vrijstaande Onuachu. Onuachu voor de 3-1 misschien. Hij doet het wel uitstekend. Oeh, maar dan schiet hij hem met links over en naast. Koulibaly, heerlijke bal voor Fabian Ruiz die zich opnieuw nuttig toonde. Oef, handspel, penalty. De volley van Callejón, maar afgeweerd door Casper de Norre die de armen niet echt in een natuurlijke positie had. En een tweede strafschop die gefloten wordt tegen Racing Genk in dit duel. Het is nu aan Mertens. Die kan zijn vijfde van de groepsfase maken. En dan neemt hij het record af van Wesley Song. Ja, doet het Prins heerlijk met de Panenka. Van de Voort een vierde keer geklopt. Hij is nu de man die 15 keer scoorde in de Champions League. Onder dus 5 keer dit seizoen in de groepsfase. Peensel, Hadji.
Maar opnieuw door de beentjes. En dan Onuwachu, Onuwachu. Bongonda. Oh, en wat doet Hadji? Die stond geen buitenspel. Die dacht dat hij offside stond. Ja, ik denk dat hij hier twijfelt. Wou die bal absoluut niet aanraken. Hopen dat hij binnen zou gaan. Mooie actie. Ja, Onuwachu die hier iets te lang wacht. Bongonda die met zijn passen niet uitkomt. Ja, volgens mij denkt hij gewoon dat hij buitenspel staat. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.